Rode JC, de nummer 5 in de KKD tegen de nummer laatst Helmond Sport. Op papier een makkie dus voor Roda. Hier een eerste poging van Dylan Vente, bal gekeerd door Mike Havenkotte. Een elftal Belgen vandaag in het Parkstad Limburg Stadion. 7 van Helmond Sport, 4 van Roda. 1 van die 4 is Limbombe, een ander van de 4 is Xian Emmers. En hij kopt Roda op voorsprong. En dat doet hij in de 6e minuut. Prima doelpunt van Xian Emmers. Niet gescoord sinds januari, maar hier heeft hij het net weer gevonden. Roda start furieus aan deze wedstrijd. Amir Absalem. Emmers probeert het nog maar een keer. Die bal zeilt net naast. Helmond Sport kan geen vuist maken voorlopig. Het openingskwartier is volledig voor Roda. Daar is het Absalem weer. Fluken houdt het hoofd koel, houdt het overzicht. En daar is het Dylan Vente. De clubtopscorer van Roda doet dat heel slim. En hij schuift de 2-0 binnen. Zijn 21ste doelpunt van het seizoen. Het superduo van Roda. Fluken, Vente is weer eens trefzeker. En Streppel, oud-speler, oud-coach natuurlijk van Helmond Sport, vindt het allemaal fantastisch. Het wordt nog mooier. Fijne voorzet van Martsel en Vente met zijn tweede. Nog geen 28 minuten gespeeld. En het staat 3-0 voor Roda JC. Dan laten ze de touwtjes wat vieren. Of beter gezegd, ze laten de touwtjes los. Hier een vrij makkelijk doelpunt om in ieder geval de eer te redden voor Jarno Lyon. Een van de vele Belgen bij Helmond Sport uit een hoekschop van Keilegom knikt hij simpel binnen. Het wordt een ongelooflijk leuke wedstrijd in het zuiden van Nederland. Zo weer een veldje aan via de Rietlensen. Limbombe gaat buitenom. Limbombe. Limbombe met de voorzet. Omhaal. Dylan Vente gekeerd. Omhaal van Patrick Fluke naast. De enige Duitser, maar wel aanvoerder van Roda, had daar kunnen scoren. Baalt daar zelf ook van. Slag van rust. Helmond Sport weer in de aanval. Na een half uur gaat het ook een beetje draaien bij de bezoekers. En daar een inzet van Keilegom. Gekeerd door Rodi de Boer. Misschien een beetje gelukkig, maar Rodi de Boer houdt hem wel tegen. Nog een paar seconden te gaan in de eerste helft. Het zou wat zijn als Helmond Sport kan terugkomen in deze wedstrijd. Rijt legt hem prima neer en dan op de paal gepegeld door Dylan Seys. Fraaie kans, het overstapje is mooi, maar de afronding is er net niet. 3-1, dat is de ruststand. Maar zeker niet de eindstand. Zo blijkt in ieder geval in de tweede helft. Helmond Sport heeft vertrouwen gehaald uit die laatste fase in de eerste helft. En bij Roda krijgen ze het spel uit het eerste kwartier niet meer echt terug. Gerrit van Lanschoot, de clubtopscorer, legt hem in dit geval af. En dat is een prima beslissing, want Thomas Beekman kan daar tegenaan lopen. En zo is het verschil in de 52e minuut teruggebracht tot 1 doelpunt. En Helmond Sport gaat dan door. Dit is direct na de aftrap van Roda. De bal wordt afgepakt en de bal gaat er weer in. Het wordt knotsgek in het Parkstad Limburg Stadion. Gaetan Boziers schiet hem binnen na die teruggetrokken bal van Beekman. 3-3, het kan echt alle kanten op. Een hoekschop dan weer voor Roda. En daar lukt het niet om de 4-3 binnen te schieten. Ja, je kan maar een paar keer gewoon tegen de benen van de keeper aantrappen. Misschien laat hij de bal los, maar dat gebeurt niet. En Streppel ziet het met leden oog aan. Gaat het nog helemaal mis voor Roda. Dit is goed verdedigend werk van Daryl Werker. Dit is een prima baas van Werker. En dit is doeltreffend afgemaakt door Patrick Fluke. Zijn 12e van het seizoen. Maar de feestvreugde mag toch ook rondom Daryl Werker gaan plaatsvinden. Hij zorgt voor de aanvoer van deze goal. 4-3, Roda weer op voorsprong. Maar voor hoe lang? Helmond Sport aan niets is te zien dat zij de nummer laatst zijn. In ieder geval niet na 15 minuten in deze wedstrijd. De net ingevallen Jamie Mpi legt hem af. En daar is de beslissing in de wedstrijd. Het doelpunt van Xian Emmers, zijn tweede. Wedstrijd beslist
De Koempels winnen van de Kattenmeppers. En Streppel wint van zijn oude club. Een leuke wedstrijd, dat was het. Absoluut. Roda JC tegen Helmond Sport.